Minister Permanente Houdin van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij geeft aan dat er verder gewerkt moet worden aan de innovatie binnen de landbouwsector. De tijden veranderen, maar zo ook als we kijken naar de klimaatsverandering is het van belang dat wij anders zullen investeren binnen de landbouwsector. Maar zaken zijn veranderd, de wereld is veranderd. Zaken moeten anders aangepakt worden dan alleen maar door te gillen. En nu moet jij nu de boer gaan activeren om te kijken van hoe hij zijn bijdrage kan leveren voor een oplossing in het geheel. Maar alleen door te schreeuwen kom je er niet. U weet, vaak zijn de opmerkingen hier gemaakt dat ik praktisch elk weekend in Ikeri ben. En dat is om de polders in te trekken, met de boeren te praten, met de boeren te communiceren. En het vernieuwende, de vernieuwende gedachten met hun te delen. Wat al aardig, voor aardig wat rust heeft verzorgd bij de rest van de boeren, behalve binnen Umro. Natuurlijk ziet hij dat als concurrentie. Maar ik ben niet daar om te concurreren. Ik ben daar om de boer dusdanig te equippen. En ik heb eerder hier ook genoemd, self-defense system. Wat moet de boer allemaal niet zelf doen? Want de overheid gaat niet alles voor ze kunnen doen. Wat moet de boer vooral zelf doen om zichzelf zo onafhankelijk mogelijk te maken van wat dan ook. Of het nou de banken is, of de opkopers is, of importeurs van inputs. En de boeren moet versterkt worden en die gedachte slaat aan. We hebben nu in totaal al 13 coöperaties daar, effectief. Met alle voorzitters heb ik gisteren ook een ontmoeting gehad. En ook een duidelijkheid verschaft over de laatste ontwikkelingen die gaande zijn. Maar vooral hun de moed ingesproken van, ga door. Dit is onderdeel van een stukje strijd, welke we nu voeren. Maar een strijd, welke hun strijd is. Niet mijn strijd, het is hun strijd. Maar ze hebben nu toevallig een overheid die hun daarbij ondersteunt. En ik zal u vertellen, de boeren, die coöperaties maken zich klaar om komend seizoen hun eigen kunstmest te importeren. Dat gaat hun minimaal 35% schelen in de prijs. Dat moet je dan ondersteunen. De boeren, en jullie hebben hier vaak de vraag gesteld van waarom rijst op de lokale markt veel hoger is dan op de exportmarkt. En ik zal u zeggen, er zijn gisteren aanvragen binnengekomen van de boeren zelf, de coöperaties, om een eigen verwerkingsfaciliteit neer te zetten. En ik heb ze alle ondersteuning toegezegd daarbij. Uiteindelijk moeten ze de hele keten beheren. Daar moet het naartoe gaan voor meer efficiëntie in het geheel. Waar hun kostprijs omlaag gaat. Ze het maximale uit de markt kunnen halen. Lage inputprijzen. Want ze moeten overleven. Mijn zorg is dat de agrarische sector nu aardig aan het vergrijzen is. Jongeren moeten gestimuleerd worden om te blijven in die sector. Anders wie gaat voedsel voor ons produceren? Ze zitten al in het systeem. Ze zitten al in die sector. En ze doen het aardig goed. Maar alleen die achterstanden inlopen, de nieuwe denkwijze, de moderne denkwijze, dat hun voorhouden, hun daar bewust van maken. En vooral niet te klagen, maar te doen. Dat is mijn opzet en daarmee ben ik bezig. Dus alle andere kritiek zet ik gewoon opzij. Ik lach erom, inderdaad. Maar het gaat om een serieuze zaak. Het gaat om een business. Het gaat om een miljoenen business. Waarvoor ik nu vecht is het huidige seizoen dat nu bijna ten einde loopt. Hadden we 27.000 hectare rijst ingezaaid. Het seizoen daarvoor 18.000. En wat ik nu zie, ik heb opname laten doen, dat op dit moment, dankzij mooi zonnig weer, dat we al meer dan 30.000 hectare aan droge grondbewerking hebben gedaan. Dus met dat moment daar is dat wij water moeten hebben voor de natte grondbewerking en inzaai, dat we ready zijn. Dus ik zoek nu naar mogelijkheden. Dus ik heb Nanny Swamp net genoemd. De wakkaipompen. Anderhalf pomp staat nu ready om te werken. Zodat ik het zo noem. Eind van de maand komt er een missie van firma Stork in Nederland. Om een halve pomp tot de hele pomp te maken. Nee, het heeft wat trillingen. Die trillingen moeten opgegeven worden. En zij hadden die inschrijving gewonnen. Dus als ze dat hebben gedaan, hebben we twee pompen standby. Andere twee pompen zijn op inschrijving geweest. Als het goed is, na het ondertekenen van het contract, na 72 weken zou het geleverd worden.
Dat is volgend jaar rond maart, april. We hebben die ook ready. Maar wanneer is Wakai aangelegd? Rond de jaren 80. Hoe hebben Nigerianen het gedaan voor 1980? Er is diezelfde Nanny Swamp die ik net noemde. Waar ze door zwaartekracht water naar binnen gingen halen in de polders. Dus ik heb nu met een deskundige gesproken, ook professor Naipaal. Hoeveel water ligt er daar? Is het zo'n van 250.000 hectare. Dus als er maar 10 mm water rekenen, dan kunt u uitrekenen hoeveel miljoenen kubieke meters water het gaat. Dat moeten we gebruiken. Dat is gratis water. Dat hoef je niet te pompen. Komt via zwaartekracht naar binnen. Alleen moet je nu beheersstructuren in place hebben. Faciliteiten in place hebben. Mogen het te hard regenen en het water komt te hard aan. Spoelt al je sluizen weg. Die dingen moeten in place worden gebracht. Dus daarom zijn we bezig met de deskundigen. Dus wat Nigeria betreft, overal is het verhaal en ook de richting welke we opgaan. En uiteindelijk moeten we allemaal er beter van worden. En de consument en de producent.